Welkom bij High Society hier op het Bergpaviljoen. Deze prachtige locatie waar harentjes worden gehapt. En waar 12 beeldschone dames de loodjes gaan verkopen voor de loterij. Maar naast mij Nicky, Miss Nederland 2017. Ik ben zo blij dat jij met mij samen deze serie van High Society wil openen. Ja, hoe is het met je? Ja, het gaat heel goed. Lekker druk, met heel veel leuke dingen bezig. En vandaag zijn we hier. En daar heb ik ook super veel zin in. En jullie gaan straks met de andere meiden loodjes verkopen. Zijn jullie nog een beetje geïnstrueerd hoe jullie dat gaan doen? Of doen jullie gewoon gezellig je ding en kijken hoe het loopt? Nou, het is natuurlijk voor een fantastisch doel. Dus we zijn zelf al heel erg gedreven om zoveel mogelijk loodjes uit iedereen te halen. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Dat iedereen zijn taak kent en dat we er vol voor gaan. Dit goede doel is Barcode for Life. En ja, ik denk dat dit echt... Ja, we willen het gewoon het beste eruit halen vandaag. En dat, we vinden het gewoon heel mooi dat we dan iets kunnen doen met z'n allen voor in dit geval Barcode for Life. Nou zijn 1 van de 12 gaat straks ook op voor de prijs die jij nu in 2017 hebt gedaan. Hoe is het sfeertje? Ja, ik vind het altijd heel gezellig met die meiden. Af en toe voel ik het natuurlijk een beetje spanning en onzekerheden, maar dat hoort in een wedstrijd. Maar alle meiden zijn stuk voor stuk superleuk en ik zou willen dat ze allemaal konden winnen, maar dat kan niet. Dus straks is er maar eentje die de beste kan zijn en de kroon wint. Wanneer gaat dat plaatsvinden? 9 juli. In? In Scheveningen, het Circus Theater. Ben je er ook bij? Ja, ik ben er zeker bij. Ik moet de kroon namelijk overdragen. Heb jij een favoriet stiekem? Of mag je dat niet uitspreken? Ja, sowieso ga ik het niet uitspreken. Maar natuurlijk heb ik wel een paar meiden waarvan ik denk dat die wel kans maken. Maar dat kan zomaar morgen weer anders zijn. Nog tot slot. Jij hebt het hele jaar mogen doen. Dat is een heerlijke functie natuurlijk. Jouw toekomst, hoe ziet die eruit? Ik hoop rooskleurig. Ik ben een hele harde werker. We zijn nog met een heel leuk project bezig wat ook doorloopt na de finale. Ik hoop dat ik daaruit veel leuke dingen ga halen en verder kan met mijn modellenwerk. En ja, we zullen zien wat er allemaal op mijn pad komt. Nicky, wij gaan een harentje happen. Ja. En een wijntje. Mogen jullie een wijntje drinken? Zeker. Ja. Moet ook genieten van het leven, hè? U hoort het, kijkers. Geniet ervan. Wij gaan een harentje happen. Een korenwijntje. En samen met alle meiden hopen we dat er een topomzet wordt gehaald. Zeker weten. Daar gaan we voor. Wat zie je er weer beeldig uit. Nou, wil je een harentje van? Kijk. Dan zal ik eens even naar je... Open je mond. En, krijg je een mooi huidje van. Traditionele klederdracht. Ja. Dat echt doen jullie altijd, hè, met dit soort evenementen. Hè? En ook met de visserijdagen en de Spakenburgse dagen. En het komt steeds meer terug. Het is weer helemaal in de opkomst, de klederdracht. En dat willen we ook graag zo houden, want het heb wat. Het heb wat. Ja, dat zijn kleren van mijn moeder. Ja. Nou, en dan gaat direct weer naar mijn kinderen. Nee. Moeten ze een keer naar de visserijdag komen, ja, in Spakenburg? Ja, we zijn al uitgenodigd, Ruud. Oh, ja. Moet je doen. Ja. Ik zit op een koortje, dan zul je een mooi koor horen zingen. Oké. Succes vandaag. Dankjewel. Oké. We hebben net 12 Miss Nederlandse gezien. Die komen, 1 van die 12 gaat straks de wijde wereld in, Miss Universe. Maar hier heb ik Miss Bunschoot of Miss Spakenburg? Nou, dan is het Miss Spakenburg. Miss Spakenburg. Hey, wat hartstikke leuk. De jonge generatie die ook in deze kostuums loopt. Nou, de traditionele. Ja, zeker. Leuk? Enig. Waarom lach je? Hij zat er echt zin in. Ze had er echt, ze zit er helemaal klaar voor. Ze was er de hele dag al. Ja, zij zit er al zin in. Dus, ja, ze ziet niet aan me. Ja, je straalt. Je loopt als een pauwroopje loop je rond. Hé, hey, maar even, dit is jouw beroep geworden, de visverkoop? Of heb je daarvoor wat anders gedaan? Sinds januari doe ik dit. Ja. Maar ik heb daarvoor bijna 10 jaar in de mode gezeten. Dat is heel wat anders. Ja, dat is heel een andere wereld, ja. Ja. En nu? En nu dit. Sinds goeie keus? Zeker, ik ben er heel blij mee. Ja. In de winkel ook of doe je dit alleen met evenementen? Nee, in de winkel. In? Ja. In Leusden. Oh, wat leuk. Ja. Oh,
dan moeten we aan elkaar wel een keer gezien hebben. Ja. Dus als je nou gezellig langskomt, ja. Op dinsdag, woensdag en vrijdag ben ik er. Ja, eigenlijk heb ik na haar eigenlijk niks zoveel meer te vragen. Nee, ik ben ook niet meer interessant nu, denk ik, toch? Hey, we lopen hier missen rond, zij loopt hier rond, ja. En de haring, hè? Even over de haring. Vertel. Ja, vertel jij het maar. Vertel jij het maar. Nou ja, ik denk dat jullie weten dat hij elk jaar beter wordt. Ja. Maar dit jaar is het echt waar. Ja. Ik heb hem nog zelden zo vet gezien bij de start, van de nieuwe haring. Het is vandaag de eerste dag, hè, de landelijke verkoop. En ja, er zitten wel eens jaren tussen dat je denkt van, nou, hadden we 2 dagen later gestart, had ik het ook goed gevonden. Maar ja, hij is gewoon perfect. Ik kan er niks anders van maken. Houden we daarop. Ja. Hoe zijn de reacties van de mensen hier? Goed. Ja, positief. Ja. Ja, nee, ik heb nog geen vervelende reacties gehad, nee. Nee. Vind je dat leuk eigenlijk, zo de hele dag die haringen schoonmaken? Een hele dag lang alleen haring schoonmaken is wat minder leuk. Maar ja, zoals hier, je staat hier op te bouwen, je hebt gezelligheid, muziek, vanmorgen in de winkel. Ik sta ook niet de hele dag alleen maar haring schoonmaken. Oké, gelukkig. Ja. Dus dit is een leuke tijd voor ons. Het is druk, het is gezelligheid, je werkt met... Ja, vandaag hebben we 23 mensen lopen in totaal. Ja, dat is ook gewoon een leuke tijd. Het is echt een drukke tijd, maar wel... Daar ben jij de baas over. En daar ben ik de baas over, ja. Gaan we iedere maand een filmpje maken over de vis van de maand. Jij, een filmpje maken? Ja. Schattig leuk, man. Ja, superleuk. Ja. En waarom doen we dat? Om mensen te laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is om thuis vis te bereiden. Hoi, ik ben AP van Ruvis. En ik ga vanaf nu elke maand aan jullie laten zien hoe makkelijk het is... om thuis vis te bereiden. En de vis van deze maand is... Pleuronectes platessa. School. Nou, mensen kunnen het bijna niet meer zelf. Hè. Ze kopen alles kant en klaar. En wij laten zien... Ja, dat iedereen thuis vis kan bereiden. En dat doen we met elke maand met de vis van de maand. Ja. En we maken het af met 3 schijfjes sinaasappel. De witte wijn. 2 blaadjes basilicum. Het is nu belangrijk dat je de aluminiumfolie losjes dichtvouwt. Waar kunnen de mensen dat zien dan? Ja, op onze website natuurlijk. Ja. Hè? Ik weet niet of ik hem mag noemen. En wie presenteert dat? Ja, ik toevallig dan. De website heet? Ruvis.nl. Ja. We gaan kijken. Ja, superleuk, superleuk. Dankjewel. Dankjewel. Oh, jullie zijn zo in love. Ja, dan komen er die oesters. Sterker Joop, wij hokken. Oh, kan dat wel van je vader en moeder? Dat weet ik nog niet. We hebben het niet gevraagd. Dat moet je gewoon doen. Maar hoe lang ken je hem? Ja, al lang hoor. Ja, gelukkig maar hoor, want in het begin dan, heb ik wel eens gehoord, dan is, is het een hele vreemde kunstschilder. Een vreemde kunstschilder? Dat hij vreemde dingen schildert. Dat klopt, ja, heel graag. Hij woont aan een pandje in de Havik en dan zit hij altijd buiten. En er staat er zo'n een groot ding, staat er in de thuis een koe. Of is die niet voor jou? Een hond. Dat weet ik hoor, ik woon er ook. Oh, je woont er al? Ja. Maar de hemel, wat ben je toch snel? Joop, wel opletten, ik zit je net te vertellen, dat we hokken. De oester. Jij hebt niet zo'n ijzeren handschoen aan, zie ik. Nee, dit gaat net zo makkelijk. Dit is ook een bescherming, hè? Ja, sowieso een bescherming. Kijk, je moet... Het beste is natuurlijk een ijzeren handschoen. Maar in die ijzeren handschoenen gaat altijd gruis tussen zitten. Dus dan, en je hand wordt een beetje week natuurlijk. Dus dan gaan je handen alsnog gaan die kapot. Dus en dat is zonde. Dus, en ik heb gewoon een tuinhandschoentje. En dat gaat prima. Ik zie het, ja. Is dit een speciaal ooster? Dit is een Finclair. Finclairs komen uit Frankrijk. En dit is een nummer 3, dus het maatje is nummer 3, dus dat zijn niet die hele grote jongens. Zeker voor op zo'n haringparty is dit een... Een soort medium of zo? Een beetje medium, ja. Maar dit is gewoon een mooi maatje voor iedereen. De dames vinden dit een lekkere oester, maar de heren vinden dit ook een prima oester. En vaak willen de mannen een wat grotere oester, omdat er wat meer vlees in zit. Maar deze zijn prima om
om natuurlijk ze. Ja, kijk, de heren willen graag. Die ene meneer heeft hier al een. Ik laat je verder met rust. Zal ik de heren even helpen? Ja, de heren met rust. Ja. Ik heb hier een lekkere Finclair oester. En we hier zo'n yuzu parels. Dat yuzu is een Japans citrusvruchtje. Kunnen we lekker de gin, tomatengin is dit. Doen we een klein beetje in de mond sprayen en daarna lekker de oester erachteraan. Dus heb je lekker de smaak van de gin plus de oester. Dat is een ultieme smaakbeleving, zou ik maar zeggen. Dus, Ze zijn heerlijk. Ze zijn echt geweldig. Hoe vond je het ritueel dan? Ja, ik vond het mooi. Ik vond vooral met die gin spray vooraf. Ja, dat ken ik niet. Ja, dat maakt het heel fris. Ja. Dus dat maakt het hartstikke lekker. Ja. Remco Kollen. Goedemiddag. Graffiti kunstenaar. Ja, zeker. Wat heb je gedaan? Zeker. En daar ben ik heel erg trots op. Ja. En ik hoop dat anderen dat ook heel erg mooi vinden. Ja. Wat ik heb gemaakt en mijn idee daarachter. Ja. Maar ze hebben mij vorig jaar gevraagd om het vaartje voor 2018 te maken. En ik ben daarin lekker aan de gang geweest dit jaar. En Crafty staat voornamelijk met kleur en woorden op de muren zetten. En ik heb met welk woord kon ik dat dan beter doen op het vaartje als het woord haring zelf. Dus ik heb, ik weet niet eens hoeveel keer, dat woord haring op het vaartje geplaatst in allerlei verschillende lettertypes en kleuren. En ik hoop dat dat goed in de aarde valt om de ondernemers in Amersfoort toch iets meer te laten kennismaken met de positieve dingen van Crafty. Want vaak worden ze alleen een beetje met de rolluiken in de stad en het lelijke gebrabbel en gekrabbel en vandalisme. Ja. Maar dat er ook qua Crafty ook hele mooie dingen gebeurden. En die worden vaak een beetje, die worden vaak ook niet gezien. Dus dat, ik vond het wel leuk om dat de ondernemers in Amersfoort wel te laten zien. Hoe heb je inspiratie opgedaan hier op zo'n party of zo? Nee. Dat zeg ik, je doet al 30 jaar. Ja. En dus je bent ook als jochie van 14 begonnen stiekem op de garage van je vader. Ja. Met de spuitbus uit de schuur. En nu is het gewoon heel serieus. En daar heb ik gewoon de inspiratie uit. Je gaat gewoon wekelijks bijna aan de gang. Op plekken waar het wel mag tegenwoordig. Hè? Want nu ben je 43. En vroeger op 14 maakte het allemaal niet zoveel uit. Maar nu heb je een gezin en kinderen. Nou wil je niet s'nachts op bureau zitten bij oma Gent. Je wil niet gezocht worden. Nee, precies. Geweldig. Hoe zijn ze? Nou, ik heb ze nog niet geproefd, want ik heb gezongen. Dus ik kwam net binnenlopen, maar ik ga direct proeven. Nee, ik ga echt even proeven. Ja, en jij gaat ook zo praten. Laat haar maar praten. Jij gaat ook proeven. Ja, ik ga direct proeven. Met of zonder ui? Ik denk dat ik het zonder ui ga doen. Zonder ui. Ja, een beetje zuur. Een beetje zuur. Ja. Ja, ik vind ui eigenlijk vind ik een beetje nep. Ja. Met of zonder zuur? Zonder. Liever gewoon zonder. Puur zoals puur. Het is. Puur. Heb je maar geproefd trouwens? Ja. En? Heerlijk. Heerlijk. Dus ja, hij is kan lekker. Maar wij staan even praten, hebben niet eens de kans gehad. Nee. Dus ik denk dat we nu gewoon moeten gaan. Ja. Dan hou ik je niet langer op. Dank je. Peter Kuiper. Ja. Barcode voor Life. Ja. Net zoals vorig jaar. Klopt. Alleen het, daarachter staat het vaatje. Ja, mooi hè. Maar het gaat niet geveild worden. Het is een ander concept hè. Het is een ander concept. Ja. We hebben gedacht van wij gaan loten verkopen. Ja. Wij gaan zorgen dat maximaal aantal loten verkocht wordt. Dan wordt het niet zo'n opbiederij. Dan halen we ook niet de show uit het feestje wat men buiten plaatsvindt. Ja. En dus is het loten verkopen. En degene die de meeste loten gekocht heeft, die is degene die het vaatje mee naar huis mag nemen. Leuk idee, ja. En mocht er een equal zijn, want je weet natuurlijk nooit of er een aantal mensen zijn met hetzelfde aantal loten. Dan hebben we nog een veilingmeester achter de hand die zegt, nou, beste mannen of beste man-vrouw, wat gaat het worden en wie biedt er nog een beetje meer? En dan hebben we de maximale opbrengst voor het vaatje. Alles uit de kast. Alles uit de kast. Voor het goede doel. Voor het goede doel. Voor Barcode voor Life. Ja. Wat houdt dat in, zul je zeggen? Ik ga het straks natuurlijk nog even op het podium vertellen. Maar de kern van het verhaal is, kanker is een dodelijke ziekte voor heel veel mensen. Dikke 50.000 per jaar. En om dat te stoppen, iedereen heeft in zijn omgeving wel iemand die het heeft of die het krijgt nog en die er niet van geneest. En om daar een einde aan te maken, zitten wij in het DNA-onderzoek van uitgezaaide kanker. Daar maken we personalized medicine van. En dus wil het zeggen dat er op den duur, de komende 4, 5, 6, 8, 10 jaar, er steeds meer maatbehandelingen komen om te zorgen dat je niet te horen krijgt, we kunnen niks meer voor u doen. Afschuwelijk. Maar dat je dan dus een behandeling krijgt die er nu nog niet is.
En die door extra medicijnen, extra kennis en kunde, maatwerk is voor jouw type kanker. En dat is hetgene wat de kern van onze stichting doet. Ja. Soms zelf, soms in zijn hele nabije omgeving, of anders wel in de straat of op het bedrijf waar je werkt, iemand die die ziekte heeft. En om daar een punt ooit achter te kunnen zetten, zijn wij 9 jaar geleden begonnen met Barcode for Life. En hebben we besloten via hele kundige mensen te kijken naar het DNA van kanker. Dat is de toekomst, is het haalbaar? Ja, kijk, natuurlijk kunnen we niet in een glazen bol kijken. En natuurlijk is het heel gevaarlijk als ik hier nu voor de camera zou zeggen, over 10 of 15 jaar is kanker chronisch geworden. Maar zeker weten, er komt een moment dat we dat met elkaar kunnen zeggen. En nog steeds iets fijn dat je het hebt, maar dan is het niet meer het doodvonnis wat dus een dikke 50.000 mensen per jaar te horen krijgen. Maar daar is geld voor nodig? Daar is geld voor nodig, daar is oneindig geld voor nodig. Er komt uit verschillende richtingen gelukkig geld. De farmaceuten denken steeds meer met ons mee. De ziektekostenverzekeraar is ook een klein beetje wakker aan het worden, maar het zijn enorme mologgen. Enorme containerschepen die je niet zo makkelijk van naar links en naar rechts beweegt. Maar er gloort hoop en als er meer middelen in kunnen, kunnen we meer mensen vragen aan het onderzoek mee te doen. Des te meer data we verzamelen en des te eerder we komen tot de maximale in kaart gebrachtheid van DNA. Dus we zijn met een groot ding bezig. En wat voelen we ons gesteund door dit event? Dit bijvoorbeeld, ja. Door mensen die de stichting kosteloos, hè, ons stichting heeft het keurmerk namelijk 0% blijft aan het strijkstok hangen. Dus iedereen staat altijd maar pro deo dingen te doen. Iedere postzegel, iedere envelop, zeg ik wel eens, gaat helemaal uit onze eigen broekzak. Of wordt gesponsord door het bedrijfsleven. En al onze events, we hebben er inmiddels 3. Ik weet niet of jullie ze kennen. Zeg maar. We hebben 3 events per jaar. Want we willen natuurlijk op 1 januari ieder jaar tegen de onderzoekers kunnen zeggen, er komt weer geld aan. Terwijl we dan nog niet weten wat de haringparty oplevert. Of wat. Dus we hebben te beginnen Theater for Life in Q1 van een nieuw jaar altijd. Hebben we afgelopen of dit jaar gedaan in de Lamar. We gaan 1 keer per jaar de berg op, de Stelvio in Noord-Italië. En we rijden met oude auto's een dag rond door Nederland. Of beter gezegd moderne en bijzondere auto's of oude auto's. Dus we hebben 3 jaarlijkse events waarmee we dus geld ophalen en waarmee we dus de mensen in het onderzoek kunnen zeggen, er komt weer geld aan. Wordt dan helaas de diagnose kanker gesteld, dan wordt er ook in een van de gesprekken gevraagd, wil je meedoen aan ons onderzoek? En dat zijn mensen die doorgaans opgegeven zijn. Dus jullie snappen, als je dat te horen krijgt, dan zeggen gelukkig heel veel mensen, ja, ik doe mee. En dan komen ze bij jullie in de studie. Neem ons eens even mee waar het geld wat vanavond ook opgehaald wordt, uiteindelijk terechtkomt. Dankjewel, Peter. Allereerst heel erg bijzonder en bedankt dat we hier mogen zijn en dat we ook iets mogen vertellen over het onderzoek dat we doen. Want we doen inderdaad onderzoek naar kanker. En het begint eigenlijk allemaal bij de CPCT, zoals je al noemde. Het Center for Personalized Cancer Treatment. En het ultieme doel eigenlijk van deze organisatie, zoals we het wel mogen noemen, is uiteindelijk om voor elke kankerpatiënt een op maat gemaakte behandeling te geven. En dat doen we allereerst door patiënten die een behandeling krijgen, die gewoon een standaard behandeling krijgen, een biopt aan te bieden. En een biopt is eigenlijk niets meer dan dat we een stukje weefsel van de kanker uit het lichaam halen. En met dat biopt doen we eigenlijk op unieke wijze, kunnen we het hele DNA-profiel in kaart brengen. We hebben inmiddels al meer dan 3000 patiënten die daaraan meegedaan hebben. Dat is goed nieuws, hè? Dus dat is zeker goed nieuws. En zonder initiatief als dit is dat niet mogelijk geweest. We lopen in Nederland voor op het aantal kankerpatiënten gemiddeld op een bevolking. Dat is slecht nieuws voor ons. En gelukkig hebben we ook heel veel mensen in ons midden die daar heel veel raad mee weten. En jij bent daar één van. Fijn dat je er was. Het CPCT is dus het enige goede doel voor Barcode. En het mooie aan Barcode is dat 100% van het geld bij het goede doel terechtkomt. Je kan er echt bevlogen over praten. Ja, nee, maar het zit in mijn, het zit in mijn DNA. Ja. Maar ik wil even de beide heren op deze toplocatie, Ed en Theo, even toch. Dat zijn toch wel kanjes hoor. Dat ze het weer beschikbaar stellen. Dat ze zo weer helemaal uitpakken op deze prachtlocatie. Nou, ik kan het niet genoeg onderstrepen, deze juist mooie zinnen van jou. Ja. Het is ook heel bijzonder dat wij het voor de 2e keer in rij mogen zijn. Ik wil nooit voor de troepen vooruit lopen, maar natuurlijk voelen jullie hem aankomen dat ik vanavond bij de checkoverhandiging zeg,
wordt het wellicht een drie keer scheepsrecht. Maar dat gaan we merken. We zijn allereerst heel erkentelijk. Nee, onvoorstelbaar dat ze dit doen. Ze draaien geen omzet. Sterker nog, ze pompen er geld in. En dan kan ik alleen maar zeggen, wauw, tof. En tof is dat wij, ja, echt te gek. Mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Ik zie net dat grote Big Green Egg opengaan. Inderdaad. En wat ligt daaronder? Daar ligt staartstuk in. Dat is van rund. Dat hebben we hier. Peter! Peter! Hij is goed! Oh, daar is hij! Dat hebben we hier. Helemaal goed, Peter. Dit is van de rund. Is hij nu al klaar? Hij is nu al klaar, ja. Hij is al voorgegaard met kruiden zoals knoflook, tijm en rozemarijn. Zo! En daarna doen we op de barbecue. Dan krijgt hij krokante laag van. En dan kan je hem zo eten. Barbecue? Ja, op de Big Green Egg. Op de Big Green Egg, ja. Wat voor vlees was het, zei hij? Staartstuk van rund. Staartstuk van rund? Ja. Is dit een nieuw concept of bestaat dit al? Nee, het bestaat al wel langer, het stuk vlees. Alleen het is steeds mooier als je steeds betere barbecues hebt om mooiere stukken vlees daarop te kunnen bewerken. En tegenwoordig zie je dat het steeds beter is om leuker voor de mensen om een ander stuk vlees dan alleen maar een hamburgertje of een spiesje op een barbecue te leggen. Maar juist de mooie stukken vlees. Staartstuk, buffet, onder andere entrecôte. Dat zijn echt dingen die... het wordt steeds hipper. We gaan de loterroen verkopen. Ze zien er allemaal prachtig uit. Allemaal een sjerp, het tonnetje, de haring. Mensen, let even op. We zijn vanavond hier, onder andere, en dan stellen de dames zich voor, zich ook voor te doen, om zoveel mogelijk geld op te halen voor Barcode voor Lijf. Voor een goed doel, Barcode voor Lijf, dat is hard nodig, hè? Ja, Barcode voor Lijf spelen we ons al meerdere jaren voor in. Onder andere de Stelvio voor Lijf, de Car Challenge voor Lijf en het Theater voor Lijf. Ik heb een aantal keren voor de Stelvio en voor... de Car Challenge de veiling mogen doen. Vanavond was het hier ook de bedoeling, het wordt een iets andere avond, want ze gaan vanavond loten verkopen door de misser. Dat houdt in dat we zoveel mogelijk geld proberen bij elkaar te krijgen voor de Barcode voor Lijf. En daarvoor zet een aantal mensen zich belangeloos in, waaronder wij. En sponsoren hebben we nodig voor gewoon om de dingen mogelijk te maken. Dus iedereen die daar omheen hangt, die wordt daar van harte voor bedankt, maar ook, waaronder ook de media. Monica van E, ik zag net 12 beelschone dames lopen. Ja. Die moet jij onder controle zien te houden vandaag. Nou, even niet, want ze gaan kaartjes verkopen. Hoe heb jij ze geïnstrueerd? Ik hoef ze niet te instrueren voor een goed doel als dit. Elk meisje heeft natuurlijk ook op zich ergens te maken gehad met een patiënt of een familielid die kanker heeft. Dus dit doel doen zij heel graag. Ja. We hebben ze wel een heel klein beetje uitgedaagd natuurlijk. Van er moet iemand winnen. Maar dit zijn de 12 finalisten voor Miss Nederland. En elk meisje wil laten zien dat ze maatschappelijk betrokken is. En ja, wat is een maatschappelijke betrokkenheid als je het hebt over kanker? Dit is een perfecte gelegenheid om dat te laten zien. Absoluut. Deze meisjes zijn echt, en het zijn allemaal goede meiden, het zijn gestudeerde meiden, het zijn mooie meiden. En ze hebben allemaal een mooi hart, dus ik hoef ze niet te instrueren om voor dit doel iets binnen te halen. Dat is lief, dit wat je zegt. Ja, ze hebben een goed hart. En één van die 12... wordt de nieuwe Miss Nederland. Die gaat een jaar lang ons Nederland vertegenwoordigen. En op de Miss Universe, en ook in allerlei gelegenheden waar ze ook maar iets voor een goed doel kan doen, zal Miss Nederland er zijn. We zijn altijd met de meisjes onderweg. 9 juli is al de finale, dus dan wordt de nieuwe Miss Nederland gekozen. Want de huidige Miss Nederland is er vandaag ook bij, Nikki Ophey. En straks moet ze haar kroon overdragen aan de nieuwe dame. Dat zal gebeuren in het Circus Theater in Scheveningen, waar we een gigantische show met de meiden gaan maken. Want dit is hun feestje. Leuk. Dankjewel. Alsjeblieft. 41 en 42. 3, 41, 3, 42. En dan... En anders kan hij hieronder ingestoken worden. Alles voor het goede doel, hè? En wat doe jij? Ik schrijf de naam op van mevrouw en het e-mailadres. Okay. Jullie zijn net begonnen? Ja, we zijn net begonnen. Dit is de derde persoon dat nu loodjes koopt. Hoe reageren ze? Ja, maar heel enthousiast. Ze wilden meteen ook vier, dus zijn wij heel blij mee ook. Ja. Goed van je. Ik heb wat gewonnen. Hè? Ja. Ja, dat weet ik nog niet. Ik moet naar binnen. Opschrijven een e-mailadres. Ja, €50 per lot. Ja.
We hebben ook pakketjes van 20. Ja, 20 loten in één keer. Dat is heel ambitieus. Dat is heel ambitieus. Ja, doe er maar vier. Als u wil, mijn collega heeft een pinautomaatje bij, dus die komt dan zo even bij u langs. Ja, vast een speldje. Ja. En wat moet ik hier opschrijven? Alsjeblieft. Als u het goed vindt, we gaan ze nu benoemen. Oké. Hier, daar. Heb ik hier concurrentie? Ja, wordt hier gefilmd? Ja, ja. Ik vond het wel leuk om het op Instagram te zetten. Ja, ja, want ik vind het een hele happening hier. Ja, 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 ja. Ik word ook niet gefilmd, hè? Nee hoor. Oké. Okay. Zwaai maar even naar het kaartje. Ja. Goed zwemmen. En zij mogen op de foto. Oh, er komt er ineens een microfoon bij. Emotie. Ja. Ja. Goed, hè? Yes. Wat is dit, deze transactie? Dit zijn er twee, maar we zitten nu op 25 al. Dus het gaat best wel snel. Ja. 25? Yes. Heb deze meneer de 25 besteld? Nee, dit zijn er twee. Oh. Maar alles helpt. Alles helpt. Hey, dat doe je goed, man. Ja, dat doe ik even. Ja. Hoe heb je ze zover gekregen? Nou, heel lief aankijken en knipperen met de ogen. Zo. Ja, ik zou ook zo 1000 gulden neer. Gulden? Gulden? Hey, gaat goed, hè? Ja, gaat goed. Top, man. Lekker. Gaat goed, hè? Ja, gaat zeker goed. Maar je hebt een naastje die kan het wel vertellen. Ja, zeker wel. Komt helemaal goed. Een yogales gewonnen. Ja, maar die overhandiging ik aan jou, Joop. Want ik heb zo het idee dat jij best wel wat kan gebruiken. Ja, ik denk je dat ik niet lenig genoeg ben zo met die
Met die... Nee, dat red ik niet. Nee, maar bij mij is er niks meer aan te doen. Nee. En nee. Bij jou kunt ze alleen maar voortzetten. Hè? Oh, dan wil ik hem graag hebben. Ja, nee, je krijgt hem ook. Je krijgt hem. Die yogales krijgen. Joop krijgt de yogales. En ik wil ook gefilmd hebben dat Joop yoga gaat doen. Ik heb nog geen pakje. Ik heb geen yoga pakje. Daar zorgen we voor. Hé, hey, wat anders. Jouw werknemer die heeft dat vaartje gemaakt. Ja, hij heeft vaartje gemaakt. Daar ben je nog apen trots op, hè? Ja, super. Daarom heb ik ook zoveel lood gekocht dat ik het vaartje heb, hoop ik. Ah, nee. Ja. Marie Hendricks, wat heb je gewonnen? Ik heb een cabrio gewonnen. En dan mag ik een weekend in rijden met mijn kinderen. Dus ik ben dolgelukkig en ik hoop dat heel veel mensen ook gelukkig zijn dat ze genoeg lood hebben gekocht voor dit vandaag. En dat is de allerbelangrijkste. Wat doe jij hier dan? Jij wil meerijden. Nee, jij wil meerijden. Ja, ze willen meenemen. Maar het allerbelangrijkste is dat de mensen die hier komen ieder jaar loten kopen en voor het goede doel voor de mensen die kanker en leukemie en alles hebben. Ja? Die zat bijna in mijn oor. Daar is die. Waar zouden we zijn zonder jullie, hè? Even een applaus voor de missen. En voor één van jullie zeg ik alvast... Tot volgend jaar. Hey! Ik dacht het. Theo. Degene die het vaatje dit jaar mag meenemen naar huis, plus de 50 haringen, is Jerry van Dorsen van het bedrijf Transus. Kijk. Tof. Echt helemaal te gek. Er zit alleen niks in, hè? Dat weten jullie, hè? Symbolisch, hè? Ik hou ook niet van haring. Oh, je houdt ook niet van haring. Zeer veel dank. Heel erkentelijk. En nou, we hebben elkaar al gesproken. We gaan elkaar zien en spreken. Hè? Heel veel dank. Tof. Oh, is dat een top dat jullie het zover hebben laten komen. Zeker. Het is heel erg leuk dat het op deze manier afgesloten wordt. Wat is jullie bedrijf? Transus. Ja. Wij doen in barcodes. Ja. Dus vandaar. Dus wij zorgen ervoor dat berichten elektronisch tussen bedrijven uitgewisseld worden. En een barcode is daar onderdeel van. Daar heb ik weinig aan toe te voegen. Nee. Ja. Zijn jullie partners? Ja, wij zijn compagnons. Wat is een barcode? Een aantal strepen wat het artikel identificeert, zodat het bij de kassa gescand kan worden en men weet meteen wat het artikel is, wat de prijs is, wat de leverancier is en dat doet ertoe. Ja. Maar dat systeem staat al wel. Ja, zeg maar die bliep bij de kassa, ja. Ja, dat wordt ook besteld bij de leverancier. Ja. En daar zorgen wij ervoor dat die leveranciers dat netjes kunnen aanleveren bij de retailers zoals Albert Heijn en noem maar op. Dus als ik bij de slijter sta en ik hoor een bliep, ja. Denk aan Transus. Dankjewel. Ja, okay. Leuk dat jij er weer bent. Nee, we zijn super blij dat iedereen er is en dat we zoveel ondernemers hebben gevonden om iets bij te dragen. Want die doen het, ik had elke keer ook in de tekst gegeven van samen doe je dus heel veel en dat blijkt, want we hebben heel veel geld opgehaald. Ja. Indrukwekkend en ook prachtig mooi hoe mensen het doel beginnen te herkennen. Dus het is niet zoiets van, wat is dit allemaal? En het is een ingewikkeld verhaal wat onze stichting doet en wat we met het geld doen. En ik vind het heerlijk dat er herkenning is. Dat het begint te leven in de aderen van de mensen, in het DNA van de mensen. Dus daar ben ik onwijs blij mee. En dat kan alleen maar door Ed en Theo, hè? Dat kan alleen maar door Ed en Theo. Ja. Tot volgend jaar. Absoluut. Oké. Okay. Mooi. Het is 25.000 euro geworden. Dit was High Society vanaf het Bergpaviljoen hier in Amersfoort bij de Haring Party. Achter mij de 12 beeldschone dames, waarvan er 1 Miss Nederland gaat worden in 2018. Ik ga nu even alleen de voornamen vragen. Let u op, kijkers, want wanneer is die verkiezing? 9 juli. 9 juli, 1 van deze dames, Miss Nederland. Daar gaat-ie. Rahima. Tanisha.
Rianne, Tess, Milou, Carlijn, Nicky. Jij niet. Ik kan nog een keer. Katelijne, Marushka, Nina, Lotte, Shaline,